Nou, er heeft in de hele westerse wereld en onder andere ook in Nederland in de laatste 30 jaar een enorme schuldenexplosie plaatsgevonden. Schulden zijn gestegen tot niveaus die we nooit eerder hadden gezien in de geschiedenis van de mensheid. En ja, dat is geëindigd met de crisis van 2008-2009. En ik denk dat we nu aan het begin zitten van een tegenbeweging naar minder schulden, ook daardoor wat lagere economische groei. Uh, een periode van onschulding, en dat zou wel eens de komende 10, uh, 20 jaar kunnen gaan uh, duren. Uh, je ziet vooral dat de schulden van uh, banken en gezinnen toenemen meer dan bedrijven of uh, overheden. Overheden zijn natuurlijk aan het eind van de rit in de problemen gekomen, dat ze de schuld hebben overgenomen. Maar er waren met name de, de wisselwerking tussen de banken uh, en de huizenbezitters of de huizenkopers die allebei dachten uh, dat huizen altijd meer waard werden, waardoor het uh, risicoloos was om veel te lenen. Uh, daar zit die uh, schuldexplosie in. En dat is een soort brandstof, je zou kunnen zeggen, al dat Geleende geld jaagt die huizenprijzen omhoog. En ook daar hebben we nu een kentering sinds 2008, 2009. Overal in de wereld zie je de huizenprijzen dalen. Soms is dat al met 30% gebeurd. En als dat in Nederland gebeurt, wat ook het geval is, dan heb je natuurlijk een probleem. Want dan heb je wel een schuld. Maar de bezitting die er tegenover staat, die wordt minder waard. En dat kan ook gaan betekenen dat er ook, ook Nederlanders in de problemen gaan komen als die schuld blijft en het bezit daar tegenover wordt minder waard. We zijn ook nog eens een keer minder gaan sparen. Het enige wat we nog doen is sparen via het pensioenfonds, dus gedwongen besparingen. Maar de echte vrije besparingen, van, dus wat, wat Nederlanders uit hun inkomen overhouden... nadat die pensioenpremium is betaald, dat is de laatste jaren negatief. Dus de schuldenlast is toegenomen, tot en met vorig jaar... Het huizen wordt nu minder waard. Ja, en, en dat uit zich nu in die woningmarkt waar die prijzen dalen en waar eigenlijk de verkopers nog steeds vasthouden aan de prijzen die te hoog zijn, omdat ze maar met die schulden zitten en hopen dat ze dus ja, hun geld nog uh, terugkrijgen. Dus we hebben eigenlijk wel een, een, een probleem. Uh, ja, het probleem is eigenlijk dat uh, de schulden van gezinnen en banken konden stijgen... door een soort wisselwerking van uh, lage rente, uh, onderschatting van risico's... Uh, huizenprijzen die altijd stegen. Dus iedereen dacht, ja, er zijn geen verliezers, want je leent makkelijk uit. Uh, de bank kon dat doen, die verdiende eraan. Maar de huizenprijzen werden toch uh, meer waard of gingen omhoog. Uh, gezinnen konden lenen, want die zagen dat risico ook niet... De overheid droeg zijn steentje bij door het lenen eigenlijk dubbel goedkoop te maken via de hypotheekrenteaftrek. de aftrek. Dus er was genoeg helium om de, om de luchtballon maar verder op te blazen en, en tot grote hoogte te laten stijgen. En dan komt er een keer een omslag en dan gaat het hele verhaal de andere kant op werken. En dan blijkt dat er ineens wel risico's zijn, want een huis kan ook in waarde dalen, zoals dan blijkt. En vaak, als dat eenmaal gebeurt. Dan Gebeurt er ook jaren achtereen en je zit nu misschien maar halverwege die periode van de huizenprijsdaling? Nou, wat krijg je dan? Dan worden de banken voorzichtiger, want hun onderpand wordt minder waard. Ze gaan minder makkelijk lenen. Uh, huizenkopers gaan klagen, want ze kunnen niet meer lenen. Uh, daardoor moeten die prijzen verder omlaag, want die verkopers die vragen nog steeds te veel. Dus het hele vliegwiel gaat aan de andere kant op draaien. En kom je in een soort andere wereld terecht van wel besef van schulden, wel besef van de nadelen van hoge schulden, wel risicobesef. En daar zitten we nu in. En dat gaat zeker nog een aantal jaren duren voordat dat proces weer een nieuw evenwicht gevonden heeft.